dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Want vandaag heb ik mijn birthday haul. En ik ben er super excited voor. En ook omdat ik het vorige jaar ook had opgenomen. Dat was mijn tweede video op mijn YouTube kanaal. Het is gewoon een beetje gek. Gisteren was mijn verjaardag 3 april. En ik ben 14 jaar geworden. En eindelijk 14, want het voelde echt alsof ik echt al 3 jaar lang 13 of zo was. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar zo voelde het gewoon een beetje. Dus ik ben ontzettend blij dat ik ook gewoon 14 ben geworden nu. En ik heb ontzettend veel leuke cadeautjes en kaarten gekregen. Dus ik ben helemaal happy gewoon. Ik vind het super lief dat iedereen mij een cadeautje gaf. En ook familie en vriendinnen een leuke kaart. En ja, ik vind het gewoon super leuk. En het was super gezellig gisteren op mijn verjaardag. En ik wil iedereen ook even bedanken voor alle lieve cadeautjes en kaarten dus. En ook voor alle lieve felicitaties die jullie mij allemaal hebben gestuurd op mijn Instagram post. En het was echt een geslaagde birthday. Dus ik ga gewoon vandaag weer mijn cadeautjes laten zien van mijn verjaardag. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Allereerst wel even een kleine disclaimer. Het is wel zo dat ik misschien wat meer cadeautjes heb gekregen dan anders. Of ik zou het op zich best wel gek vinden als jij niet zou snappen waarom. Ik weet niet, maar dat zou ik gewoon een beetje gek vinden. Want ik bedoel, ik heb een heftig jaar gehad. Ik heb gevochten gewoon eigenlijk voor mijn leven. En ik heb het gewoon heel erg zwaar gehad. Dus als jij misschien denkt van, nou waarom is ze zo verwend? Waarom is ze zo verwend door al die cadeautjes? Nou, daarom dus. Dat wil ik gewoon even zeggen. En ik weet dat heel veel fans en kijkers gewoon het respecteren. En ik vind dat iedereen het moet respecteren als iemand misschien iets meer krijgt. Dus ik wil ook niet verwend lijken ofzo. Maar ja, let's begin. Nou, oké, laten we gewoon beginnen. En als eerste ga ik een beetje een soort van categorie zeggen. Dus ik ga eerst beginnen met de cadeautjes van ouders en familie. Er was best wel veel familie die nog zeg maar moet komen een keertje. Waar ik nog zeg maar een cadeautje of geld of zo van krijg. Maar dat komt nog. Dus er waren niet zoveel. Het was ook gewoon een schooldag en een werkdag. Dus daarom. En ik vier altijd mijn verjaardag gewoon op de dag zelf. Ik vind dat gewoon specialer of zo. Maar laten we beginnen dus met de cadeautjes van de ouders en zo. Nou, als eerste heb ik dit. En dit is zo'n hele leuke letterbox. Het staat ook gewoon super leuk in je kamer. En het is zo ontzettend leuk. Want je kan het ook aandoen. En het kan nu niet omdat de snoer eventjes te kort is. Maar ik hoop dat ik hem wel hier neer kan zetten. Maar ook voor deze video had ik hem even hier neergezet. Gewoon omdat het leuk is. Dus deze. En in deze tas zat die letterbox. En dat is een heel erg leuk winkeltje in de Herenstraat in Groningen. Little Lovely Living. Super schattig. Nou, dit zat erbij. Het zijn de letters die erbij horen. Je kan ook... En dit zijn gewoon de basic letters. Je kan ook zeg maar andere letters kopen met een ander type handschrift bijvoorbeeld. Of een beetje kawaii-achtige lettertjes en tekentjes. Als je niet weet wat kawaii is, ja... Ik weet niet hoe je dat uit kan leggen, maar het komt vast wel in beeld te staan. En het was super leuk verpakt. Kijk dan hoe schattig. Die stickertjes. En in deze doos zat die letterbox. Dit is een A4 box. Je hebt ook nog een veel... dit was volgens mij, de middelmatige. Ik weet niet of het de kleinste was, maar je had ook nog een veel bredere. Dit was dus de box waar die in zat. En wat ik altijd zo leuk vind, is dat ze ook... daar altijd met dit verpakken. Dit is van dat hele leuke papier. En dit hebben ze altijd ook in Amerika. Met tasjes en zo. Als een gift geeft. Dus dit vond ik gewoon extra leuk. Dus dat zat in het tasje. Verder zit er niks in. Maar ik vond het wel leuk om de doos op te houden. Dan de tweede. En dat is in een verpakking van Rituals. Ik ben echt in love met Rituals. Ik vind het zo lekker. En ik vind het altijd zo leuk. Dan die tasjes en zo. En ik had dus een shower gel gekregen van het ziekenhuis. Toen ik klaar was met mijn kuren. En toen kreeg ik een hele lekkere shower gel van Rituals. Dus heb ik nu weer eentje gekocht. Maar dit is een andere.
Dit is Yogi Flow, als ik het goed uitspreek. Het is met Indian Rose en Sweet Almond Only. En het ruikt super lekker. Ik wou echt dat jullie het konden ruiken. Echt. Het ruikt een beetje naar ja, een soort van aardbeien met nog meer van het rode fruitachtig. En een beetje bloemetjes. Ja, het is Indian Rose. Het is echt super lekker, deze. Ik vind het altijd zo leuk om dit altijd te laten zien. Dan heb ik deze borstel. En nu gaan we denken... Een borstel. Wauw. Dit is een borstel. Dan ga je gewoon door je haar heen. En als je dan een keertje zeg maar je haar wil stylen. Want ik heb een pruik. En die is zeg maar aan de onderkant altijd een beetje krullig. Niet echt een hele mooie slag. Maar echt een beetje gek krullig. En af en toe is het ook een hele mooie slag. Dus dan wil ik het gewoon houden. Maar soms denk ik zo van... Oké, ik wil wel eens een keer het gaan stylen eronder. En ik wil ook eens een keer weten hoe dat dan met een pruik gaat. Dus deze heb ik gekregen. Ik ben heel erg benieuwd naar dit. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar. Dat ga ik snel uittesten. Dan heb ik deze. En dit is een heel leuk tasje van Hema. En er zit een heel erg leuk jurkje in. Want ik heb helemaal niet veel jurkjes. Ik heb er volgens mij 1 of 2. Maar de laatste tijd vind ik jurkjes wel leuk. Ook omdat het nu wat lekkerder weer wordt. En deze heb ik zelf wel met mijn moeder uitgekozen. Maar ik wist niet dat ze het voor een cadeautje ging doen. En het is dit jurkje geworden. Het is een zwart jurkje. Het is een beetje zomers. En het is niet al te lang. Want ik vind het niet zo mooi als het super lang is. In de zomer... Ik vind het wel mooi als het zeg maar dan strak is en lang. Maar er is gewoon iets ja, wat wijder en losser. Ik vind de bovenkant echt heel erg mooi. Het gaat een beetje naar een kant toe, zeg maar. Ik vind dat echt heel erg mooi. Dus dit is een hele leuk jurkje. Dus deze ga ik ook vaak in de zomer dragen. En het is ook nog eens een beetje chic. Het lijkt me net een soort van shoplog dit. Dan heb ik iets van make-up. En dat is namelijk... Real Techniques oogschaduw kwasten. En er zitten... En dit zijn de kwasten. Dit zijn twee fluffy kwasten. Dus deze is voor de gewoon de basic eyeshadow. Deze is echt voor de crease. En deze is voor je voor glitters als je dat aan wilt brengen. Dit is een fineliner. Dus voor eyeliner. En dit is voor je wenkbrauwen. Het is wel een grote, maar ik ben er heel blij mee. En ik moet toegeven... En deze prijzig, dus daarom heb ik ook 10 euro mee betaald. En de rest heeft mijn moeder zeg maar mee betaald. Ik weet niet meer de prijs, maar ik heb dus wel 10 euro mee betaald. En dit is ook heel erg handig om mee te nemen, want er zit zo'n ja, een soort tasje bij in. Dan heb ik hele leuke emoji stickers. Ja, dit was gewoon heel erg random dat ik kreeg. Maar wel heel erg leuk. Want het is altijd leuk om je agenda of zo te plooien. Dus deze, dus eentje neem ik sowieso mee naar school. En dan kan iedereen ook gewoon eventjes lekker een stickertje of zo in doen. Het is gewoon super leuk. Het is altijd handig om stickers te hebben. Dan zat hierin van de Ethos Every Beautiful Day. Het is een beetje ja, gekreukeld. Daar zat deze hele mooie L'Oreal True Match Super Blendable Foundation in. Want ik wou nog heel graag een nieuwe foundation. En deze kleur is ook goed voor mijn huid. Dit is volgens mij de allerlichtste. En zo van... Oh nee. Maar hier ben ik heel erg blij mee. En hij is heel erg mooi. Hij was niet eens zo super duur. Hij was volgens mij iets van 17 euro of 19. Valt nogal mee voor L'Oreal. Ik heb wel eens duurdere dingen gezien. Maar omdat ik dit als... En dus... ja! Hier kan ik super lang mee doen. Dus ik moet voorlopig niet meer een andere foundation te kopen. Dus ik heb eindelijk de goede. Hij is ook heel erg mooi voor inderdaad met blenden. Dan heb ik nog 2 leuke sleutelhangers gekregen. Super cute emoji. Een leuke emoji. Dan heb ik 2 tassen gekregen. En allereerst deze tas. Deze tas is voor als ik ja, weer op een sport ga in de toekomst. En ik ga op dansen. En ik vind deze tas ook erg leuk. Het is ook handig om mee te nemen. En er zitten ook kleding in. Echt super leuk. Allereerst dit hele leuke shirtje. Het is weer zo'n cut-up shoulder topje waar ik heel erg van hou. En er staat New York op. En ik heb nog een hele leuke broek erbij. En dat is een hele leuke en dat is een zwarte broek. En hier staat, zeg maar bij de zijkant staat Don't Stop. Heel erg leuk. Want ik vind dat
Ik vind dat zeg maar wat stoerder of zo. Als er dan aan de buitenkant iets zit. En dan ook nog deze tas. En deze is voor als ik ga zwemmen of ga logeren. Super leuk. Er staat allemaal hooi, maar dan in allemaal verschillende talen. Dan deze toilettas. En ik heb nog deze tas. En dit is een schooltas, een nieuwe schooltas. Deze ben ik blij mee. Blauwe. Het is deze schooltas en hij was ook nog eens in de korting. En dan twee hele leuke bikinis. En deze bikini, en ik had echt bikinis nodig. Dat komt omdat ik alleen nog maar kinderbikinis had. En ik had geen... ja, volwassenen, want ik word nu ook een dame en ik heb geen kindermaat meer. Dus had ik het echt wel nodig, want ik ga binnenkort weer heel vaak weer zwemmen voor de eerste keren. Ik heb al een paar keer gezwommen voor de eerste keer en het was echt heel erg leuk gewoon. En ik vind het super leuk om te doen. En ik heb ze in twee kleuren. En dit zijn de bikinis dus. En het is in deze soort van zalmroosachtige kleur wat ik heel erg leuk vind en waar ik echt van hou. Met allemaal van die franjes. Dat vind ik wel erg leuk. En er zit ook een touw aan. Maar die kan je ook gewoon weer afklippen. Dus dan heb je alleen een topje. Dat vind ik ook leuk. En ja, gewoon een simpel broekje. En die heb ik dan ook in het zwart. Gewoon een normaal kleur. En wat wel gek is, is dat zeg maar de zwarte duurder was dan de roze. En mijn moeder zei dat dat waarschijnlijk komt omdat zwart gewoon hun basic kleur is. En die mensen heel erg graag altijd wel willen. En ik heb ook nog van mijn ouders... jawel, ik ben echt heel verwend. Ik ben een verwend nest. Maar, en omdat ik zo hard gevoegd heb. En deze. En... Dit wou ik ook al heel erg lang. Een Polaroid camera. Ik ben er ontzettend blij mee. Er zitten helaas nog geen dingetjes in van die plaatjes waar je het dan uit kan doen. Maar ik heb het in de kleur blauw, want dat vind ik gewoon een hele mooie kleur. En ik zal hem er wel even uithalen. En ik ga er heel zuinig mee doen met die foto's, want er zitten volgens mij 10 in of zo. En ja, ik ga er gewoon zuinig mee doen, want het is wel prijzig, zeg maar. Om dat steeds te kopen. Dus ik ga hem er eventjes uithalen. Hij is zo ontzettend mooi. En hij is heel erg licht. Dat had ik niet verwacht. Kijk hoe mooi het is. Dit is toch gewoon ook Tumblr. Mijn kamer is nu echt Tumblr geworden. Ik vind hem zo ontzettend mooi. En dit zo. Ik ben er echt super blij mee. Super bedankt mijn ouders. Iedereen voor alle lieve en leuke. En ja, gewoon ontzettend lieve kaartjes en felicitaties. Super, super bedankt. Dus in het zwart en in het roze. En hier ben ik echt heel ontzettend blij mee. Dat was alles van wat ik van mijn ouders heb gekregen. En dan gaan we nu door naar de categorie vriendinnen. Nou, van vriendinnen heb ik allereerst iets super tofs gekregen. En ik wil even zeggen naar iedereen, alle vriendinnen die kijken, die daaraan hebben meegewerkt. Ze hadden dus een groep gemaakt, speciaal voor mij. Volgens mij hebben ze dat al een jaar. En ze zouden al heel lang een cadeau aan mij geven. Eerst omdat ik schoon was en nu omdat ik jarig was, want het kwam er maar niet van of zo. En ja, dus hebben ze iets voor mij geregeld en ik wist er al wel een klein beetje van, maar ik wist totaal niet dat het om mijn verjaardag was. Want ik was dus gisteren op school en ik kwam binnen en het was pauze. En opeens gingen Nienke en Floor, nou ja, dat zijn vriendinnen van mij, die gingen opeens weg en ik dacht van, waarom gaan jullie weg? En toen kwamen ze met een heel groot cadeau en een hele leuke toffe kaart. Dus ik dacht van, wow, wat lief. Weet je wat? Dat was gewoon... ik vind het zo ontzettend lief. Ik moest wel bijna huilen eigenlijk. Maar ik vond het gewoon echt super lief. Ik heb het ingehouden. Dus ja. Oké, ik ga het laten zien. Het is super leuk. Dit hele leuke krukje. En er staat mijn naam op. En volgens mij heeft de zus van Linkje dit gemaakt. Echt super cool. En dit aan de voorkant. Echt zo lief. En er staat ook de datum op dat ik schoon ben. En dat is... en dat staat hier 16 december 2016. Echt een heel erg mooi, echt een heel erg mooi getal. Dat staat erop. En ik, ja, ik vind het zo ontzettend lief. Dus deze ga ik sowieso in mijn kamer zetten. Ik had hem al in mijn kamer gezet. Maar ja, als jullie dan niet komen bij mij thuis, zie je het echt wel staan. Dus super lief. En daar staat deze hele leuke emoji kaart in. En hier staan alle namen in beeld die
aan en meegewerkt. Echt super bedankt iedereen. Ik vind het zo erg lief. En wat er ook nog bij in zat in deze hele mooie grote envelop, was gewoon een 15 euro kruidvat cadeaukaart. Super leuk verjaardag cadeau. Echt 15 euro joh. Dat vind ik echt veel gewoon. Kijk, dat noem je nog eens vriendinnen. Als je echt gewoon geld gewoon geeft. Wat bijvoorbeeld 15 euro. Dat zijn nog eens vriendinnen als ze echt iets voor je regelen. Ja jongens, love it. Super dank. Ik ga echt zeker iets leuks van kopen. Een cadeautje van mijn allerbeste vriendin Pieternel. Dat zat in deze hele leuke mandje. Allereerst in deze hele leuke zelfgemaakte kaart. Happy birthday. En daar staat een heel mooi verhaal bij. Echt super lief. Dankjewel Pieternel. Love you. Dan zit er een heel schattig boekje bij. En het is een hele leuke foto van ons twee. Dit is echt een van onze favoriete foto's van ons samen. Echt gewoon goals dit. Ja, er zit een heel erg schattig kaarsje bij. Een heel erg leuk cupcake erop. Dit is een handzeepje. En nog deze douchecrème. En een bloemetje. En snoepjes! En ook nog dit hele leuke oogschaduwpaletje van Essence. Deze Pieternel ook. Deze vindt Pieternel echt heel erg mooi. Ik ook. Ik vind het hele leuke kleurtjes. Dankjewel Pieternel. Hou van jou, beste vriendje forever. Dan heb ik van Esther deze hele grappige cupholder van een Primark gekregen. Dit is een opblaasdonut. Die kan je dan tussen je drinken doen. Echt super grappig. Daar heb ik hier nog nooit van gehoord. Echt super grappig. Een lippenbalsem erbij gekregen. En ook nog een contourkitje. Hier ben ik ook erg benieuwd naar. En nog douchegel. En nog een douchegel Herba Medicus. Ik ken het merk niet. Maar super leuk en lekker. En voor Marlies had ik ook deze Blackhead masker. En dit is tegenwoordig heel erg populair. Ik weet niet waarom, maar dit ga ik zeker uitproberen. En ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Echt uitproberen. Zo benieuwd. Deze hele leuke foto van Marlies en ik en Jill. En het hondje van Jill. Heel super leuk. Super leuk. Je waren op de meeting. Linkje in de beschrijving voor de vlog. Super leuk. En de laatste drie dingetjes die ik heb gekregen zijn drie hoesjes. Allereerst dit Ariana Grande hoesje. En ik ben er super blij mee. Want ik bedoel, ja. Wie weet nou niet dat ik heel erg diehard fan ben van Ariana Grande. Dus dit super leuk hoesje. En ik ben er ontzettend blij mee. Daarom weet ik zeker dat ik hem echt heel erg vaak op mijn telefoon hou. Dan eentje van mijn moeder. En dit is super schattige hartjes hoesje. Met een beetje glitters erin. En dan nog een hele grappige, namelijk hoesje. Echt super grappig. Nou, en ze weten vast wel dat ik heel erg fan ben van hoesjes. Vind je de boel echt super grappig. En dan hebben we nog monies. 20 euro. 5 en 5. Dat maakt het 30. En ik had volgens mij nog meer. Maar dat zit dus in deze kamertas. Allemaal kaarten. Dus daar komt ie. Laten zien. Deze hele leuke kaart. Volgens mij is dit de handschrift van Stefan. Volgens mij wel. Super leuk deze kaart. Deze kaart met macarons. Dan deze van mijn tante. Zo leuk. En dit heel erg leuke kaartje. En die zat bij de Little Lovely Living van deze box. Deze super leuke, ontzettend leuke kaart. Hier. En ik had ook nog een ballon. Maar die is beneden. Dit kaartje. Deze is van Nienke en Sita. Deze van onze buren. Oh wow. Nog meer monies. Hey, deze van mijn papa en mama en mijn broer. Deze is van mijn tante en mijn nichten. Ook nog geld. Meer geld, ik zal ze even tellen. Deze ook nog van mijn vader, moeder en mijn broer. Deze hele leuke van Marlies. Deze leuke kaart van ook bekende van ons. En dit is een waardebon voor pizza van 50 euro met ons gezin. En dat is dus van deze kaart met bekende van ons. Ik laat niet het zien. Want nou ja, ja, er staat gewoon een adres op ze zo. Super leuk bedacht. En dan de laatste kaart van mijn opa en oom van mijn vaders kant. Deze. Dat was dan mijn birthday haul video van 2016. Dat ik 14 jaar ben geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Doe zeker een dik blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En check ook zeker even mijn social media. En deel deze video met al je vrienden, familie en kennissen. Die het leuk vinden om naar mijn hoofd te kijken. Dus dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei!